Gisteren, voor de aanvang van de Raad van Ministers, werd aan Riyad Noor Mohammed, minister van Openbare Werken, gevraagd hoe het staat met de bouw van de brug over de quarantainerivier. Daar wachten we op de financiering. Zolang ik geen financiering krijg, gaan we niet opstarten met de brug. You never know. Misschien krijgen we april of 20 mei nog geld. Zoals ik gisteren veel geld heb gehad in het congres. Toch? Het punt is dat wij moeten opletten dat we geen populistische dingen doen om een brug te willen bouwen. En twee is, bij de bouw van de brug gaat het om veel geld. Daar moet de minister van Financiën heel goed toestemming geven. Mogen zoveel geld in omloop brengen voor bouwwerkzaamheden. Maar dus zolang dat niet gebeurt, dan worden jullie ook niet uitgenodigd. Ja, maar minister, er zijn toch heel wat projecten die met heel veel fanfare bekend is gemaakt. Bijvoorbeeld bouwpolitie, hoofdbureau politie, brugquarantaine. Krijgen we die dingen nog voor de Nee, kijk bijvoorbeeld bouwpolitie, hoofdbureau politie, moest allang starten. Ik meen dat ik jullie 2 jaar terug dat heb verteld. Toch? Of een jaar terug. Misschien overdrijf ik, een jaar terug. Het project was al goedgekeurd. De Raad van Ministers had het project goedgekeurd. Ik zou net beginnen, maar met de Ganes. U bent vergeten dat we in de rechtsstaat leven. Er zijn een paar burgers die me voor de rechter hebben gedacht. Die hebben gezegd, u mag niet daaraan komen, u mag het niet bouwen. Nou, dat heeft gezorgd voor vertraging van 6 maanden. Hoe lang heeft het? Ja, ongeveer 6 maanden. Ik zal het vertellen wanneer we daar zijn. Dat mag. Maar je moet rekenen, we zijn in een rechtsstaat. Je mag geld hebben. Je mag een ingenieur zijn, een mooie architect. Maar hou rekening, we zijn in een rechtsstaat. Mensen kunnen elke dag voor de rechter slepen. Om wat voor reden ook. Dat is gebeurd. Dus vertraging. Dus meneer Ganes, vorig jaar moest het starten. Maar goed, de rechtszaak is in mei voor in het voordeel van OW gekomen. Met de argumenten. Maar als de rechtspraak anders was, had ik een groot probleem. Stel je voor dat de rechtspraak anders was. Wat zou er dan gebeuren? Maar goed, ik nodig jullie uit, jullie gaan het verhaal horen. Dus hebben wij nu pas de contractondertekening gehad. De middelen zijn ook vrijgemaakt, zijn belangrijke dingen. En u ziet dat de aannemer gestart is met de werkzaamheden. Je weet, we hadden $7 miljoen gehad van het ministerie van Financiën en we moesten binnen die begroting blijven. En dat is het ook. Oh ja, en je zei even andere projecten. Kijk, de bouw van de quarantainebrug is een aangelegenheid van beide landen. Beide moeten ook eens zijn, dit is het moment dat het kan. Ik verwacht dat in de komende regeerperiode het moment zal zijn hoor. Bijvoorbeeld het bouw-DNA-gebouw, dat loopt door, dat is opgestart. Daar was ook een rechtszaak, daarom was die vertraagd. Laat me dat ook eerlijk zeggen, dat was ook een rechtszaak. De partij is in hoger beroep, maar de rechter heeft daar beslist, in het voordeel van OW, minister, u mag doorgaan met uw bouwwerkzaamheden. Dat andere wordt afgehandeld, op een andere manier. Dus zo heb je verschillende uitspraken. Dus het is interessant om te weten dat je dat soort dingen ook hebt. Dus dat gebouw zou ook al af moeten zijn. Maar vergeet niet, er zijn altijd wel mensen die misschien oneens zijn met jou. En dan komt de rechterlijke macht naar voren. En dat zorgt voor vertraging. Je hebt gelijk.